De grote lijnen van het internationaal economisch beleid worden doorgaans besproken op de G8. De jaarlijkse vergadering waarin de 8 van oudsher sterkste economieën vertegenwoordigd zijn. Ook de belangrijkste klimaatwetenschappers, milieuspecialisten en invloedrijkste politici komen regelmatig bijeen om grensoverschrijdende problemen in hun vakgebied te bespreken en met daadkracht aan te pakken. Maar waar blijven de denkers? Die gedachte heeft ons geïnspireerd tot ons volgende project. Wij, de redactie van Filosofie Magazine en Omroep Human, hebben de handen ineengeslagen om volgend jaar een G8 van filosofen te organiseren. Volgend jaar willen wij de 8 grootste denkers naar Nederland halen om met inzet van hun denkkracht een aantal urgente internationale kwesties verder te helpen. Omroep Human is de maker van veruit de meeste filosofische radio- en televisieprogramma's. Maar nu door de nieuwe mediawet Omroep Human in zijn voortbestaan bedreigd wordt, dreigt de filosofie weer van de radio en televisie te verdwijnen. Grote veranderingen aan te komen in omroepland. De kleine levensbeschouwelijke omroepen zonder leden krijgen vanaf 2016 geen geld meer. Dat is tenminste het voornemen van het kabinet. Ja, dit wordt een nieuwe opstelling. Dus stel, je komt hier binnen. Oh, je schrijfkamer, dat stond zijn deel. Ja, precies. Dus hier is de beursfoyer, hier zijn de jassen. Het was een week of 4, 5 denk ik voor de filosofienacht van vorig jaar, dus ik denk begin maart ergens. En toen begon net zo'n beetje die situatie bij Human te ontstaan van we moeten een omroep worden, we moeten leden gaan werven, kunnen we niet gezamenlijk wat gaan doen. En toen hebben Mark en ik een half uurtje bij elkaar gezeten, volgens mij was het echt niet langer. En onze opdracht was laten we eens iets verzinnen wat heel erg moeilijk lijkt om te realiseren. Dat maakt altijd heel veel energie vrij. Iets groots, iets meeslepends, iets waarvan je vindt dat het er eigenlijk moest komen. Voorjaar 2013, toen zag ik een bericht in Trouw. Crowdsourcing brengt filosofische top naar Nederland, iets in die trant. En dat was voor mij spannend genoeg om verder te kijken, want zou het nou lukken om mensen te laten investeren in een avond met alleen maar denkers? Waar wij het van begin af aan over eens zijn geweest is dat de G8 een event moest zijn waarbij filosofie en praktijk bij elkaar komen. Zo hebben wij vragen geïnventariseerd bij deskundigen uit de praktijk, uit de zorg, uit het onderwijs, milieuorganisaties, het stadsbestuur, over wat er bij hun leeft. En hebben jullie nu al het programma gezien? We hebben het boekje wel ontvangen. Oké, dus dat is fijn, dan weet je een beetje wat er gaat komen. Ja, we weten sowieso wat er gaat komen. Ja. Okay. Iedereen gaat spreken en dat soort dingen weten. Ja. Dan maak ik nu aantekeningen gewoon van wat nu gezegd wordt. Nee, we zijn nu in de cursus. Ja. Twee. We kwamen uit de graanbeurszaal. We zijn nu in de cursus erachter. Wat we natuurlijk de laatste jaren in Nederland heel veel gezien hebben is heel veel nadruk op eigen belangen, korte termijn politiek, vermeende daadkracht die op niks uitloopt. En dan ontstaat vanzelf een soort groeiende, laten we zeggen, onvrede om het wat anders aan te pakken, om wat meer naar de lange termijn te kijken, om wat meer reflectie in het debat te brengen en om wat meer afstand te nemen van die particuliere eigen belangen die bij de politieke G8 altijd zo'n rol spelen en waarin iedereen met zijn eigen agenda aan tafel zit. Wat we gaan doen, we gaan zo direct eerst plaatjes kijken en de opstelling staat ook al een beetje naar Dus Ik Ben. We maken vandaag 2 uitzendingen voor de Human. Dus Ik Ben is een filosofieprogramma voor jongeren en voor kinderen. Het eerste deel van de uitzending bestaat uit 4 soort TED-talks, noemen we ze in de volksmond. Okay.
I hope it's a beginning. I hope that it's, every time it happens, it is the start of a process of people investigating it for themselves, because that's what philosophy is. You can't do it for someone else, but you give them a hint, or you show them how what thinking looks like and feels like, and then they go off and they do it for themselves. And that's a wonderful thing. You know, when you teach students and they argue with you and they're rigorous and they're passionate and they're bold and they live well because of it, that's good. Could you please stand behind the chair? Well, I think there's this lack of appreciation that society grows on ideas. And philosophy is creation, examination, improvement of ideas. People talk of World Economic Summit, they think of politics without talking of philosophy. Your philosophy determines your economy, determines your politics, determines whatever you do. And I think GA is actually supposed to be the only one that realizes that. We zijn gevraagd om een installatie te bouwen. En over verandering en over technologie en hoe de mens. En ons onderwerp is hoe de mensvorm in technologie aan het veranderen is en hoe het steeds menselijker wordt. Maar filosofie is natuurlijk jarenlang bezig geweest en dat was ook nodig, zeker in de jaren na de oorlog. Het tijdperk van de grote ideologieën, de grote verhalen. De taak van filosofen, van veel filosofen zoals die zich voorzagen, is de boel afbreken. Laten zien dat het niet klopt. Laten zien dat allerlei grote concepten als vooruitgang en utopieën, dat allemaal tot rampen en ellende leidt. En wat ik hoop is dat er nu een nieuwe generatie aankomt die weer wil gaan bouwen. Die weer ongegeneerd idealistisch durft te zijn. Die vergezichten durft te schetsen, et cetera. En dat zit wel heel erg in de... Laat ik zeggen, deze bijeenkomst ademt die energie wel. Maar dat is wel de cruciale taak natuurlijk, is dat je de vertaalslag weet te maken naar het publiek. Dat de werkelijke problemen van nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid kennen, maar dat we te individualistisch zijn voor gezamenlijke oplossingen. Wauw, Tim, wat heb je dat betreffend opgeschreven? Nee, maar kijk, ja, nog een vlaag van de markt voor die gozer, wat die eerst zo leuk vond. Ik had een lijst bij het festival gewonnen en ja, veel me afgekomen ook. Ze moest ook met de wereld daar doorzitten en zo. En de week daarna kwam mijn oma te overlijden. En ja, pats, worden de dingen meteen even in perspectief geplaatst. En dan besef je weer dat het in het leven niet gaat om bekendheid of roem, maar veel meer om geld en rijkdom. Back to the city, back to the township, back to the neighborhood. Back to the institution that is not, as the European Commission too often says, another level of government, the level of the city, but back to the human community, the towns and cities and neighborhoods that define us, where we're born, where we're educated, grow up, get married, have children. Here is what truth does, okay? It brings us together. Lies don't. Lies separate us. So lies are invented, okay, in the name of separating us, and someone will profit from separation. This is why morality always has this form of universalism. We are never going to be disentangled from society. We are never going to be disentangled from biology. We will never be this Sartrean perfect little dot of freedom. That's not our lot. But we can be a little bit more autonomous, a little bit less enslaved, a little bit less addicted, more strong, more lucid, perhaps more generous and patient. These are all things that help us to craft a life. Have interesting discussions, meet interesting people, do something serious, and a bit of jest as well and play. So all of that together. And it's very
different from theory, right? Very much so, very much so, very much so. We're talking about philosophy and we're trying to shock, or we're trying to seduce, or we're trying to goad, or we're just trying to give a glimpse. Whatever it is, it's supposed to get people interested, to start that process of getting involved in philosophy. Twee machtige wapens. De ene was de e-mail en de andere was de telefoon. En ik zou jullie willen vragen om in een minuut dadelijk allemaal één iemand te bellen waarin jullie vertellen van dat iemand die 50.000 leden heeft gehaald. Bij voorkeur iemand die jullie lid gemaakt om die te bedanken. Je me mords la petite hollandaise.